Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een Shein shoplog. Ik heb er echt mega veel zin in. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we maar snel beginnen. Mijn Shein video's worden altijd heel erg goed bekeken. En ik krijg er ook altijd heel erg veel vraag naar. En ik heb deze keer twee dozen mogen ontvangen met kleding. En ik ga ze gewoon lekker openmaken. Ik ga mijn eerlijke mening vertellen. Ik heb het dus wel gekregen. Ik heb er niet betaald voor gekregen deze keer. Ik ga alles laten zien. Ik ga alles aandoen. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de kleding vinden. Ik heb er heel veel zin in. Ik film ook voor het eerst nu met mijn lamp. Dus ik hoop dat het licht een beetje oké is. In ieder geval, het is even om uit te proberen. Want het is namelijk gewoon heel erg donker buiten. Ook al is het nu 1:30 als ik dit film. Ik denk dat het handig is als we gewoon eerst met de bovenste doos beginnen. En dan gaan we daarna verder met de onderste doos. Als eerste, alles zit in zulke zakjes. Wel heel slecht voor het milieu, maar wel handig om in te bewaren. Als eerste zit er zo'n hele dikke leuke blouse in. Die je ook bijvoorbeeld een beetje zoals zomer- of herfstjasje zou kunnen gebruiken. Of voor in de lente meer eigenlijk. En het is deze blouse. Hij is dus geruit met zwart en wit. De knopen zijn ook wel zwart. Nou, in ieder geval donker gewoon. Heel erg leuk. En ik vind het dus heel erg leuk om zo te dragen. Maar ook bijvoorbeeld open met een colletje bijvoorbeeld. Kwaliteit voelt goed aan. Hij ruikt wel een beetje sterk. Maar ja, je moet sowieso eerst alles wassen. Deze heb ik in een maatje S. In maatje 36. Dit is de blouse. Hij is echt mega leuk. Ik vind het ook heel erg leuk dat hij oversized is. Nu gecombineerd met een kooltrui. En ja, het is wel een dunne stof. Maar dat is ook wel weer heel erg fijn. Want als je hier iets onder zou dragen, zou het anders heel erg warm worden. Hij is heel erg leuk. Er zitten geen zakken in. En hij komt eigenlijk net iets over mijn kont heen. Maar ik vind de kleuren heel erg leuk. En ik vind het gewoon een heel erg leuk effect geven om dit er zo overheen te doen. Dan als tweede zit er een tasje in. Ik had het vorige keer ook besteld bij Shein. En ik was best wel tevreden. Volgens mij kost het ook echt iets maar van 8 euro. Dus ja, ik vind het dan wel de moeite waard om het te proberen. Hij heeft dus een beetje dat glanzende patroontje. En hij is in een beetje een beige kleur. En ik heb hem dus met zilveren details, want ik draag altijd zilver. Ja, voor 8 euro vind ik dit gewoon echt helemaal prima. En je zou er dus ook zelf nog een ander hengsel aan kunnen hangen. Want je kan dit eraf halen. Stel je denkt, dit is te kort. Dan kun je ook nog gewoon een andere proberen. Ik vind het in ieder geval een heel erg leuk tasje. Dit is de tas. Ik vind hem heel erg leuk. Ik vind het ook heel erg fijn dat hij heel erg kort is. Ik kan er verder niet heel veel over vertellen. Maar het is gewoon een fijn tasje voor 8 euro. En het maakt ook echt je outfit af. Dus echt een aanrader. Namelijk nog een soort blouse jasje-achtig iets. Ik vind deze kleur wel iets minder. Het is een beetje een grijze kleur, maar net niet grijs of zo. Ik hoop dat die kleur een beetje goed overkomt. Kwaliteit voelt overigens wel heel erg goed aan. En ik vind het wel heel erg leuk dat die mouwen een beetje gepoft zijn. Ik heb deze ook weer in de maatje S. En ik vind het wel heel erg mooi dat die knopen donker zijn. En er zitten gewoon zakken in. Of zijn die nep? Nee, zijn echte zakken die je kan gebruiken. En ja, dit is wel ideaal voor in de winter. En ik zou dit dus ook eigenlijk wel weer combineren om er misschien een kooltrui onder te doen. Ik vind dat heel erg leuk. Dit is het grijze jasje. Ik vind hem toch veel mooier dan dat ik net zei. Ik heb hem gecombineerd met een zwarte kooltrui. En ik vind de stof heel erg leuk. Ik vind het model gewoon heel erg leuk. Ik vind het leuk dat er zakken in zitten. En ik denk dat het eigenlijk wel een nieuwe favoriet wordt. Dus ik weet niet waarom ik er net niet zo enthousiast over was. Volgens mij een beetje door de kleur. Maar ik vind de kleur eigenlijk wel heel erg leuk. Dus heel leuk. Ja, blouse jasje eigenlijk. Je kan het nu niet naar buiten dragen als blouse. Ik vind de kwaliteit van Shein ook echt heel erg verbeterd. Want vroeger bestelde ik er ook wel eens. En de kwaliteit van vroeger en nu kan je echt niet met elkaar vergelijken. Vind ik dan persoonlijk. Het volgende, dat is alweer het laatste in deze doos. Het past er waarschijnlijk niet in één doos. Dus dan versturen ze altijd in twee dozen. En dat is namelijk deze zebra broek. Ik ben altijd een beetje moeilijk met broeken. Alleen dit is een soort, ja, echt een elastiek broek. Dus deze rekt heel erg mee. En ik denk dat ik dit wel ga passen. En wat ik heel erg leuk vind. Ja, wacht. Welke maat had ik hiervan? Een S. Een 36. En aan de onderkant heeft hij dus een kleine split. Heel erg leuk. Ik hoop niet dat hij doorschijnt, want zo lijkt het nu wel een beetje. Maar het is eigenlijk gewoon een soort zebra flared.
Oké, ik heb nu de broek aan. Hij is dus eigenlijk gewoon zelfs iets te kort, terwijl ik maar 1,60 ben. En hij zit best wel strak aan de bovenkant van mijn benen. Ik vind hem wel heel erg leuk. Ik vind die split heel erg leuk. En hij schijnt ook niet door. Ik weet niet of ik dit super veel zou dragen, maar ik vind het wel gewoon iets grappigs hebben. Nou, dan is de eerste doos leeg en dan gaan we verder naar de tweede doos. Als eerste zit hier een broek in. Het is namelijk een spijkerbroek. En ik vind de kleur van een spijkerbroek echt heel erg mooi. Maar hij ziet er heel klein uit. Ik heb deze in een M besteld. Maar je weet gewoon nooit hoe die maten vallen. Ik denk niet dat ik deze ga passen. Dus dat is de spijkerbroek. En deze heeft dus ook weer heel erg leuk aan de onderkant een split. En ik vind deze kwaliteit gewoon heel erg goed aanvoelen. Ik hoop natuurlijk niet dat die te lang is. Ik ben zelf 1,62 ongeveer. Maar ja, in de aanbeelden gaan jullie dat zien. Wat ik alleen niet zo mooi vind is dat die details heel erg geel zijn. Maar voor de rest hele mooie broek. Hij moet wel echt nodig gewassen worden, want hij stinkt heel erg. Als jullie het nu een beetje goed kunnen zien, hij is dus net iets te klein hier. Dus hier zit hij heel strak. De lengte is wel precies goed. En ik vind die split ook heel erg leuk. Alleen hij zit dus net eigenlijk iets te strak. Ik vind het wel gewoon een hele mooie kleur en een mooi model. Maar ja, dus net iets te strak voor mij. Dus dat is wel heel erg stom. Maar ja, het is niet anders. Dan had ik dus een maatje groter moeten bestellen. Dan heb ik nog iets heel erg leuks besteld. Wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik heb namelijk een soort winterjas besteld. Ik ga hem eerst even uithalen. Het is namelijk een lange zwarte winterjas. En met capuchon. En ik dacht, dit is gewoon heel erg fijn voor stage. Volgens mij ben ik heel erg wit. Voor stage of als het regent. En hij voelt echt mega dik aan. Echt heel erg chill. En hij heeft dus gewoon een capuchon. En het is gewoon echt een basic zwarte jas. Wat ik wel jammer vind dat die knopen een beetje goudbruin zijn. Maar ja, dat is niet heel erg. Oh ja, er zitten ook zakken in. En ik had deze in een maatje, ik denk in een S. Maar ik moet even kijken. Ja, ik heb deze ook in een maatje S. Ik heb de winterjas aan. Hij is echt fantastisch. Hij heeft dus gewoon een capuchon. En het is een lang model. Hij is mega dik. Hij is wel een beetje kort qua mouwen. Want ik ben niet heel erg lang. Ik zal hem ook even dicht doen en dan zal ik hem even laten zien. En hij komt ongeveer tot mijn knieën. Nou, zo ziet hij er eens uit als je hem dicht doet. En dan komt hij dus ongeveer hier tot mijn knieën. Ik vind het echt een hele fijne jas. Ik ben benieuwd of die lekker warm is, maar zo voelt hij in ieder geval wel. Dan heb ik een trui. Deze trui hebben echt heel veel mensen. En ik zag deze en ik vond deze heel erg leuk. Het is namelijk deze beige bruin. Zo, deze beige trui. En daarop heeft hij dus donkerbruine letters. Ik heb deze ook weer in een maatje S. En aan de onderkant heeft hij zo'n elastieke band, wat ik heel erg fijn vind. En deze kwaliteit is echt heel erg dik. Meestal als je trui op als je inbestelt, dan voelt het echt als shirt. Van echt van die t-shirtjes. En dit voelt eigenlijk wel heel erg goed. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Heel erg leuk. Hoe je dat Eva zei, ja, het lijkt echt een beetje op een skitrui. Maar nu snap ik wel echt wat ze bedoelt. Maar ik vind hem heel erg leuk. Oké, dit is de trui. Hij zit echt heel erg fijn. Ik vind het een hele mooie kleur. En hij sluit gewoon goed aan. De stof is prima. En ik vind het heel erg fijn dat hier een elastieke band zit. Zodat je hem bijvoorbeeld ook nog hieronder kan doen. Ik heb hem nu gewoon met een zwarte leren broek gecombineerd. Maar ja, ik heb hier eigenlijk gewoon niks op aan te merken. Want hij zit gewoon helemaal prima. Oh ja, heel erg leuk. Ik wilde namelijk wat meer jurkjes dragen. En dit is zo'n beetje gebreide jurk. Hij heeft wel een lange kool. Dat vind ik zelf niet persoonlijk heel mooi. Maar je kan dit gewoon zo omslaan. En dan voor de rest, ja, ik hoop dat je hem goed kan zien. Heeft hij dus een beetje van die ballonmouwen. En heeft hij aan de onderkant een elastieke band. Wat ik persoonlijk heel erg mooi vind bij zo'n jurk. En ik dacht het is heel erg leuk om een riempje eromheen te doen. En dan gewoon leuke laarsjes eronder. Heel erg blij mee. Heel leuk jurk. En hij is echt onwijs dik. Ik vraag me dan echt af waarvan dit is gemaakt. Dit is het zwarte jurkje met de kool. Ik vind hem echt heel erg lekker zitten. Ik heb er nu even een riempje omheen gedaan. Omdat het dan toch wel wat mooier staat. Maar hij sluit heel erg fijn aan. Hij komt echt net iets boven mijn knieën. En ik vind het heel erg mooi. Ik zou dit bijvoorbeeld ook naar stage aan kunnen doen. En je kan deze kool dus gewoon een slag omdraaien. Kwaliteit voelt heel goed aan, dus ik ben echt heel erg tevreden.
Deze ga ik zeker vaak dragen. Ik weet nu al dat ik deze video heel erg vaak heel leuk ga zeggen. Sorry daarvoor. Ik heb ook echt weer echt een leuke bestelling. Echt leuke winter items. Ik heb hier namelijk weer een Spencer. Ik weet echt niet zo goed waarom ik deze heb besteld. Want ik heb er echt inmiddels zoveel. En ik draag ze eigenlijk niet meer heel veel. Maar het is in ieder geval een grijze basic Spencer. Ik vind deze wel het mooiste die ze op Shein verkopen. Omdat ik dit heel erg mooi vind. En hij voelt gewoon heel erg goed aan. Ik heb deze in de maat M, zodat hij wat oversized viel. En daar ben ik ook wel blij mee. Want ik vind dat er heel erg leuk uitzien. Oh, en wat wel heel erg leuk is, dat zie ik nu pas. Aan de voorkant is die wat korter dan aan de achterkant. En dan heeft hij aan de zijkant zo'n split. Ja, wel een mooie Spencer. Dit is de grijze Spencer. Ik heb hem nu gecombineerd met een wit blouseje. Die moet ik eigenlijk heel erg nodig strijken. Wat heel erg leuk is, is dus dat detail dus dit iets langer is. Wat ik heel erg mooi vind. En het is gewoon een hele mooie Spencer. Ik vind de kleur grijs heel erg leuk. Die had ik ook nog niet. En ja, ik vind het heel erg fijn dat hij een beetje oversized is. Dus deze is wel echt een aanrader. Hij is iets duurder dan de andere Spencers op Shein. Maar ik vind het ook wel echt betere kwaliteit. Een hele dikke stof. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste. Ik heb geen idee wat het is. Het is dus een jurkje. Oh ja, er zit hier nog een band bij die er omheen kan doen. Een soort riem. En hij heeft een beetje dat gevlochten patroon. Dat heeft hij ook op het jurkje zelf. Ik vind deze er iets minder uitzien. Maar ja, ik weet het niet. Het ziet er niet slecht uit. Maar het ziet er gewoon een beetje oma goedkoopachtig uit. Ik weet niet waarom ik dat vind. Maar ja, dit kan je ook natuurlijk gewoon weer leuk combineren met een panty. Leuk riempje eromheen. Dit is het jurkje. Ik vind het jurkje zelf iets minder. Ik vind hem gewoon heel erg een beetje goedkoop uitzien. Ik vind die riem wel best leuk. Maar als je er een strik in maakt, is het net iets te veel. De lengte is wel gewoon goed. En voor de rest, ja, het ziet er wel gewoon prima uit. Maar ik weet niet of ik dit echt veel ga dragen. Dit waren alle items van Shein. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als je dat vond, laat dan zeker even achter wat jullie favoriete item was. Of een leuke reactie. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!